Hallo iedereen, het is tijd voor een update. Het is de tweede update, dus de tweede uitbreiding eigenlijk van de PlayerUnport. Dus PlayerUnport V3. En ik ga beginnen met de Captain's Log. Die zit waarschijnlijk in je bank, zo niet kun je ophalen aan PlayerUnport zelf. Vanaf nu kun je met de Captain's Log ook voortjes sturen. Er staat hier gewoon voortjes. En dan kun je ze zelf mee sturen. Maar ik ga gewoon naar de PlayerUnport zelf, want er is veel nieuw. Heel veel nieuw. Zelfs een soort van map uitbreiding. Niet zoals de vorige keer, maar anders. Laat ik maar eerst even mijn eigen scheep ophalen. Ik denk dat dat een strak plan is. Yeah! Dan moet ik even natuurlijk blij zijn dat iets gelukt is. Yeah! 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 Oké. Nou, wat is er allemaal nieuw? Dat ga ik nu zelf ook kijken. Maar in ieder geval, ik ga eerst naar de map toe. Interessant. Dus je ziet, hij is niet verder uitgebreid. Maar, er zijn nieuwe soort voyages. Clue voyages, ook wel genoemd. En die voyages leiden je steeds naar een nieuw eiland. Die zijn dus een kettingreactie, zeg maar. De ene volgt de andere en zo verder. En uiteindelijk is dus je doel om ons allemaal te vinden. Al die kleine eilandjes. En als dat is gelukt, dan krijg je zeg maar extra rewards. Of nee, dan kun je de cosmetic armor krijgen, die je in de behind the scenes waarschijnlijk hebt gezien. De Tengu cosmetic hier. Trait removal voor je captains. En stat boosts. Nou, dan gaan we even naar de upgrade buildings. Ik begin met de portal. De portal heeft twee nieuwe. Eentje van 20.000 terracotta en anders 25.000 azuur. Doe ik nu nog niet. Ik weet niet wat ik zelf nu kan upgraden. Nou, als je ziet, de bar kun je verder upgraden. Nou, de office niet. Dat is logisch, want je kunt maximaal 4 schepen hebben. Workshop, dus meer XP. Kost als 20.000, wauw. Ja, hier dus nieuw gedoe dat je dus betere crewmembers hebt. Je schip. Dus kun je seafaring, combat of moraal, net als je nodig hebt, verhogen. Wat dacht ik eigenlijk? Ik heb speed bij 2%. Ha. Oké. De warehouse. Dus dan heb je extra boost voor, ja, weet al, dingen te krijgen en zo. En natuurlijk de totemspots. Niks veranderd. Zoiets alle plekken niet. De iconspots, natuurlijk de nieuwe. Ook voor die nieuwe mensjes die hier langs gaan komen. En zijn we bij de portal. Volgens mij geen nieuwe crewmembers. Lijkt me in ieder geval niet. Portmanagement. Ja, er zijn dus nieuwe scrolls. Zoals jullie weten, de Deathloader Stars hadden 85 range wapens. Maar nu is er ook een melee wapen level 85 en 85 magic wapens. Zo die graden natuurlijk. Tradable en niet-tradable versie, waarbij de niet-tradable natuurlijk beter is. Zijn katana's en zijn maar al bij dual wield. Dan hebben we nog twee scrimshots voor fishing. De eerste is dat je een throwback kunt. Ja, a chance to throwback a fish als je catch it. Ze gooien een vis terug en dat geeft extra fishing XP. En de andere is als je aan het vissen bent dat je kans hebt op divination gedoe, op caskets, op PlayerUnport resources. Ook deze heb je de gewone versie en de superior versie van. Nou, laat ik in ieder geval wat gaan upgraden, lijkt mij. Upgrades zijn duurder dan ik dacht. Eens kijken. Ik had deze, 20.000. Oh, wacht, wat is dit? Dat is 10.000. Ja,
Ja, dat is wel dat als je dus deze logins upgrade, is alleen meer kans op betere kwaliteit te vinden. Dus niet, is niet je eerste prioriteit, lijkt mij. Wil ik meer XP? Increase experience award? Nee, ik ga wel voor een beter schip. Dat is ook voorbij gegaan. Deze. En dan kies ik, ik kan kiezen uit seafaring, combat of moraal. Ik kies voor combat, want in mijn drie standaard dingen, zeg maar, ik heb een schip met alle drie onvergelijk. Dus combat de laagste, ik moet nog een keertje goed rechts in de krijgen als ik er tijd aan steek. Dus die bouw ik als eerste. Ja, die wil ik hebben. Zo. En dan kan ik even nog altijd veranderen voor 10.000. Dus het is niet zo'n heel groot probleem. Dus heb ik deze vast geüpgrade. Dan ga ik naar de voortjes. Voor deze special voortjes, dus die drie mensen. Heb je eentje van 90 engineering, 90 divination en 90 agility. Agility toch? Agility. Dat is wel grappig. En ja, in het begin zijn ze niet zo moeilijk. Ik heb gelukkig ook een mooie rerolls ervoor. Dus dat komt helemaal goed voor mij. Nou, maakt niet uit wat ik nou precies ga doen. Overigens, als je crewmembers hebt, je kunt tegenwoordig zien hoe ver ze zijn met een level up gaan. Dat is natuurlijk ook wel handig. Dus laat ik gewoon deze vast wegsturen. En over 21 minuten natuurlijk kijken. En natuurlijk zit er een storyline bij. Dus die ga ik ook lezen. Verder, als je dus een minigame doet, zoals ik dus nu hier bij deze ga doen. Dan moet je even praten, hè. Play last orders, ja. Dat wil ik wel doen. Oké, okay, als het goed is, kun je dit scherm. Where did all these customers come from? Ja, ja, ja. Is there a convention or something? Yeah, never show this again. Dus in principe als je het snapt, dan kun je gewoon, krijg je het schermpje niet meer. En ja, laat ik maar even doen. Duurt 2 minuten. Als ik deze doe, doe ik normaal altijd eerst buiten. Ooh, beginnend met meest west. Excellent service af. As always, Cerula. Dan zie ik hier nu deze meest west, dus neem ik die. Ta, love. Ta, love. Dan moet je oppassen dat de mensen die heet het naar binnen en buiten lopen. Dus als je... Yay, beer. Ja, je moet echt opletten of je niet mensen mist hierdoor. Dan neem ik even die twee. En dan moet ik gaan opletten of niemand naar binnen of buiten is gelopen tussendoor. Want die kans heb je ook best vaak. Maar volgens mij is het niet het geval. Thanks, Cerula. En dan ga ik hier binnen alles af. As ever, Cerula. Ik ga zo altijd richting de top werken. I love en als ik dan boven kom, dan ga ik kijken of ik nog moet. Oh, dat was niet handig. About time. Geef die vent een bier. Brilliant, thanks. Beer. Dus nu heb ik zeg maar nog 6 over. Het zijn deze 5. Dus als ik dan boven ga, moet ik als het goed is, 5 mensen zien. Zo niet, omdat nu de kans groot is, heb ik geen gemist. Ik zie er 5, dus het is goed gekomen. Ik zie je zelfs. About time. 6. 6. Oké. Okay. Oh ja, nog één. Gewone. Ik had nog een biertje vast. Nee, ik heb geen bier meer vast. Die hebben gewoon nog steeds bier in hun hand. Echt. Cheers! Wauw. En de laatste keer. Oh, ik mis die ook nog. Oh, thanks. Nou was het in principe niet heel slim dat ik het nu deed. Want je kunt hier special voortjes van krijgen. Excellent service. Maar dat maakt me niet uit. Het is niet uit, dat ga ik geven. Dus hè, ja, natuurlijk zat al maximaal. Ja, dit is het zo'n beetje. Dus je kunt gewoon weer upgrades doen. Ik ga proberen natuurlijk deze portal het mooiste te maken. Moet even zorgen dat ik zo snel mogelijk deze
terracotta krijgen van die andere upgrades en dan moet alles goed komen. Ik wens jullie veel succes.